Dag Charlotte. Hallo, dag Jay. Hallo. Welkom. Dank je. Welkom in een beetje een kille ruimte. Maar binnenkort is er een big party. Want dan gaat het nu veel jaar over. En ik heb je verhaal gehoord en ik dacht van, hé, maar wacht een keer. Dat zou wel een keer een leuke uitdaging kunnen hebben, Charlotte. Want ik denk dat ik iets leuk heb voor jou. Ik ben benieuwd. Ja, maar eerst natuurlijk wil ik je verhaal graag eens met u mond horen. Dus welkom. Hey, Charlotte, je bent keisgoed. Merci. Dat is het eerste wat ik opval. Ik kijk naar jullie en denk, maar wauw, zo mooi belang. Ik ga je op kunnen blozen, denk ik. Nee, maar ja, dat is toch gedaan, dat is toch vaker dat je dat doet. Soms. Ja. Je zou dan toch denken, maar ja, dat is een zelfzekerheid. Maar dat is niet voor dit. Nee, absoluut niet. Dus vertel ik je zo. Ik ben eigenlijk op hele jonge leeftijd ben ik beginnen te stotteren, duidelijk. En dat is eigenlijk iets dat mij heel erg parten heeft gespeeld in het zijn wie ik ben. Op welk vlak dan? Hoe uitzien? Sociaal en ook een beetje van wie ik ben als persoon. Want je wordt geboren en je hebt bepaalde talenten misschien, je hebt bepaalde dromen. En dat stotteren kan wel in de weg staan daarvan. Als ik voelde dat iemand mij uitlachte omdat mensen daar mij scheef voor bekeken, ging ik meteen in de aanval. Yes. Wat dat ook niet juist is natuurlijk, maar dat was wel mijn manier om daarmee om te gaan. Om echt meteen die persoon aan te spreken en te zeggen, vind je dat normaal dat je mij uitlacht daarvoor? Ik kan daar niet aan doen. Nee, want je vindt het niet leuk eigenlijk, of je vindt het eigenlijk ambetant dat mensen zeggen het is een spraakgebrek. Hè? Dat volg je niet, hè? Nee, dat vind ik eigenlijk niet, omdat er is niks mis met mijn spraak eigenlijk. Maar het is allemaal, ieder iets cognitief. De timing verloopt niet goed tussen het vormen van mijn woorden en de woorden die ik zeg. Maar ik vind stotteren voornamelijk echt een mentale strijd. Ik vind het wel zot eigenlijk dat je op zo'n jonge leeftijd dat allemaal kunt vatten en dat allemaal begrijpt. Heb je daar hulp voor nodig gehad of heb je het echt op je alleen gedaan? Ik ben lang naar een logopediste geweest die mij echt wel heeft geholpen om het stotteren meer in perspectief te zetten. Van dat het normaal is als dat je meer stottert als je moe bent, bijvoorbeeld. Die aanleg tot stotteren gaat er altijd zijn. Dus was ik van, oké, ja, dan moet ik aan die acceptatie beginnen werken. Nu kan je zeggen, stotteren is een deel van Charlotte. En dat is zo en ik heb haar. Inderdaad, bewaakt altijd van, dat kan een woord zijn waarop ik stotter. Kan ik dat woord wel zeggen, want ik weet dat ik daar meer aanleg voor heb om op te stotteren. Zoals het woordje stotteren. Ja. Hoe opmerkelijk is dat? Ja. Ja, die woorden ga je nog uit de weg. Niet meer. Ik doe mijn best om ze niet meer uit de weg te gaan, omdat anders die angst wordt nog meer gevoed en dan gaat je zeker vastzitten op dat woord. Heeft u ook tegen in relaties? Zeg van madame, ik denk dat je wel opvalt dat je er binnenkomt. Je straalt heel veel charisma uit. Wel, ik heb heel lang gedacht dat mensen die verliefd op mij zouden kunnen worden, of omdat ik zotter. Sorry hoor. Emoties naar boven haalt, maar je zit wel positief uitgekomen, Charlotte. Want je praat in de verleden tijd. Je hebt er kom op, oké? Ongeveer wel, ja. Ik denk dat Sotter mij veel te killer heeft gemaakt soms dan dat ik eigenlijk ben. Ja. Dus ik doe echt mijn best om mezelf te zijn en het Sotter op de tweede plaats laten komen en niet op de eerste plaats. En dat is wel iets dat ik lang heb gedaan, dat op de eerste plaats laten komen en wegsteken. Zeker gelukkig nu, mag je dat weten? Absoluut, zeker. Ik ben al meer dan 30 jaar samen met iemand. Dus ja. Dat loopt heel goed, echt waar. Je weet het, we zitten hier in Galerk, een akelig gebouw, nu nog. Maar binnenkort worden hier ladingen en kleren binnengesleept. Ja, we gaan hier een echte opening organiseren. Dus ik ga die opening presenteren. En ik zou het een max vinden. Moest ik u daar naast mij hebben en dat we dat als duo kunnen ondergaan. Oh, wauw. Vind je het zo fijn? Ja, absoluut. Zeker. Amai. Dan gaan we die uit en gaan. Absoluut, dat gaan we doen. En dan houden we dat stevig nog iets harder neer. Ja, dat lijkt mij fantastisch. Oké, we gaan er gewoon gaan. Ja, absoluut. Ja.